Denk aan een goede afloop, visualiseer een positieve uitkomst van je gesprek en zie jezelf zelfverzekerd en kalm je boodschap aan de mensen uitspreken. Denk aan wie je wil zijn, denk aan wie je moet zijn om te brengen wat je moet brengen. Iets wat ik bijvoorbeeld doe, is mij focussen op een bepaald persoon en dan word ik die persoon. Bijvoorbeeld toen ik mijn stemattest voor Radio 2, voor de VRT, wilde halen. Toen oefende ik met een cassette recorder en ik stelde mij Martien Tange, de bekende nieuwsanker, Martien Tange voor. Ik ging Martien Tange niet nadoen, maar doordat ik haar in mijn achterhoofd had, voelde ik welke eigenschappen van mezelf ik naar boven moest halen om een sterke presentatie neer te zetten.